Het is vandaag 26 september. Ik ben 3 weken weg geweest, 2,5 week weg geweest op vakantie. En dat betekent dat we geen update hebben kunnen doen van de totale broedafname die we gedaan hebben bij deze kast en bij deze kast. En het broed is terechtgekomen in deze kast. Dus dit is eigenlijk de broedaflegger en dit zijn eigenlijk de, wat we vroeger de vliegers noemden. Alleen zijn het dan grote vliegers, omdat we daar allebei in doen. Ik heb daar elke week een filmpje van gemaakt. Die kun je zien in deze playlist. En de laatste filmpje, die was precies 3 weken geleden. Toen was dit volk 5 weken geleden behandeld. 3 weken geleden behandeld, een TBA gemaakt. 3 weken geleden constateren we dat er een hele mooie groep jonge bijen geboren was, maar dat er op dit moment heel weinig jong broed aanwezig was. Er was nog een klein beetje gesloten broed aanwezig en een paar eitjes, maar veel te weinig. Terwijl we in deze kast een prachtig broednest zagen. Dus dat verschil was heel groot. Dus ik ben heel benieuwd wat er aan de hand was. Ik weet het ook niet precies. Wellicht dat de koningin niet meer goed was. Wellicht dat ze even andere plannen gehad hebben en dat ze nu weer flink aan de leg zijn. We weten het niet, maar jullie kijken live mee. Dus op om de kast open te maken. Nou, de bezetting met bijen, zo van de bovenkant gezien, vind ik niet slecht. Volk is ook rustig. Zo in de raten kijk, dan vind ik de bezetting minder goed. Nou, toch een beetje spannend, we gaan het zien. Ik ga ze een klein beetje rook geven, is eigenlijk niet nodig. Het is nogal een frisse dag. Het eerste raam, voornamelijk voer, redelijk mooi uitgebouwd. Dit was natuurlijk allemaal kunstraad. Ik had een vraag over hoe ik dat schatten doe van de bijen. Ik probeer elke keer ook een schatting te maken hoeveel bijen en hoeveel broed zit erin. Dat doe je door het raam in achten te verdelen. En afhankelijk van het raam kun je dan zeggen dat als zo'n achtste vol zit met bijen, dus je groepeert eigenlijk die bijen bij elkaar, en als dan een achtste vol zit, dan is dat een aantal bijen. Bij de dant is dat 175. Dus als ik deze zou schatten, dan zeg ik als ik deze in achten verdeel, dan is, als ik dit zo samen neem, 1,5. Dus het is 1,5 achtste. En hier hebben we 1 achtste en nog een keer 1,5 achtste. Dus ook 1,5. Dus dit hele raam zou dan 3 achtste aan bijen zijn. 3 achtste aan bijen is 3 keer 175, zijn 525 bijen. En je moet dan ook de zijkanten meenemen. Nou, hier zit bijna niks. En hier zit nou 1/2. Dus dat kan ik in de afronding dadelijk gebruiken. Dan krijgen we een tweede raam. En geen broed. En 2 achtste, 3 achtste. Dus dat zijn 6 achtste in totaal. 6 achtste. Hier zie ik een paar cellen uitlopend broed. En aan de binnenkant ook weer wat. Klein beetje uitlopend broed. Gesloten broed, of het uitlopend is, weet ik niet. Kan ik hier niet zien? Nee, dit is nog jong broed. En geen eitjes of larfjes. Nou, voor de bijen weer even inschatten. In achtste is dat 1, 2, 3 achtste. En hier nou, iets minder dan 2 achtste. Dus dit raam met dat halfje erbij wat we nog in de afronding hadden. Waar ik net een blaadje in de kast, ja, ligt op de bodem. Is dit 5 achtste? En hier zien we wat larfjes. En een paar eitjes ook weer. Hier, geen mooi gesloten broednest. Dus ik durf haast te zeggen dat deze koningin niet in orde is, maar we gaan het nog even afwachten. Maar deze heeft weer, nou als ik ze helemaal volgooi, 2 achtste.
En deze kant heeft dan 3/8, dus ook weer 5/8. En aan deze kant zien we ook weer een klein beetje broed, maar ook weer veel te weinig. En je ziet ook dat er zijn veel meer bijen dan broed. Hier loopt de koningin. Ja, hier zien we een mooi broednest, uitlopend en de rest is volledig belegd. Dat is niet verkeerd. En hier zien we zowel eitjes, maar wederom weinig larfjes. En dat zag ik eigenlijk de vorige keer ook. Nou, deze kant heeft ze echt mooi belegd, maar ook weer allemaal eitjes. Dus het is net alsof die bijen die eitjes weer uitruimen. Aan bijen. Nou, hier zitten ze lekker dik. Dus 1/8, 2,5, 3/8. Hier zitten ze ook lekker dik. 1, 2, 3. Dus 6/8. En hier weer niks meer aan eitjes. Dus ik ga deze koningin helaas vervangen. Aan bijen zien we hier, nou, anderhalf, twee, drie, dus 4,5/8. Eén, twee, drie, 1/8. Die tel ik niet. Ze hebben ook weer plek voor wat voer. Ik had er nog twee ramen bij ingehangen. Dus dat, die kunnen ze nog mooi volgooien. Maar ik ga de koningin opzoeken en deze krijgen een nieuwe koningin van mij. Dat is een overjarige koningin die ik hier toevallig heb staan in een mini plus. Ik ga haar even opzoeken. Ja, hier loopt ze. Goed gegokt. En helaas gaan we afscheid nemen van deze koningin. Ik pak even een kooitje waar ik haar in doe. Ik ben zo terug. Het is een koningin die 2 jaar oud is. Een overjarige koningin. Die heb ik net uit een mini pluskastje gehaald. In dat mini pluskastje heb ik de koningin van dit volkje gedaan. Omdat ik eigenlijk heel benieuwd ben of ze toch nog aan de leg komt. Ik zie nu toch iets meer broed dan de vorige keer, maar veel te weinig. Ook voor de hoeveelheid bijen. Dus om dit hoofdvolk niet in gevaar te brengen, krijgen deze een nieuwe koningin. En die koningin die zit hierin. Dat is een geel gemerkte koningin. En die zet ik gewoon op het raam. Die laat ik niet eens uitvreten. Dat is een raam met broed. Doe het kastje open. En laat haar erop lopen. En je ziet die koningin, die gaat eigenlijk gelijk weer op zoek naar plekken waar ze eitjes kan leggen. Er zit een draadje aan. Die rent niet over de raad. En dit is dus een vreemde koningin voor deze bijen. En je ziet, die gaat gelijk verder met eitjes leggen. Dit is wat een rijpe koningin, een overjarige koningin doet. Daarom wordt ze ook geaccepteerd. Het is het gedrag wat maakt dat ze geaccepteerd wordt. Nou, we laten haar gang gaan. Dit kun je op dit moment in het jaar doen. Dit kun je natuurlijk niet doen in juni of mei of wat dan ook. Nou, gaan we kijken wat dit volkje gaat doen.
Nou, veel plezier met jullie nieuwe koningin. Dan gaan we op naar het volgende volk. Dit is het tweede volk waar we een TBA hebben gedaan. Ook hier gaan we kijken hoe het ervoor staat. Nou, je ziet best wel wat bijen. Naar het eerste raam. Ja, dit raam is in het donkere gedeelte weer opnieuw belegd. In het gele gedeelte niet meer, dus het broednest breidt zich niet meer uit. Ik zie hier larfjes, jongste larfjes en hier nog wat eitjes en uitlopend broed. Maar in het gele gedeelte geen eitjes meer. Hier net tot hier loopt het broednest. Deze kant, hetzelfde verhaal, helemaal vol met larfjes en eitjes. En ook tot het gele gedeelte. Klein beetje stuifmeel hier nog in het broednest. Bijenbrood, moet ik zeggen. Ja. Op het tweede raam. Op het eerste raam. Dat ziet er goed uit. Hè? Het buitenste raam heeft al broed. Dan het tweede raam. Daar zien we wat meer gesloten broed. En ook dit broednest wordt niet meer vergroot. Dus ook het donkere gedeelte is belegd. Dus dit is helemaal broed. Hier een klein randje stuifmeel. Dus dan zie je ook dat die koningin hier niet meer legt. Dan ontstaat daar bijenbrood. Derde raam. Glinsterend van de larven. Prachtig. Goed gevoed. Ja, larven zijn goed gevoerd. Hier nog weer eitjes tot aan het voer. En hier ook weer tot het gele gedeelte heeft ze weer helemaal netjes belegd. Netjes, maar die heeft ze helemaal, helemaal belegd. En dat lichtgele stuk dat belegt ze niet meer. Prachtig. Dit zijn echt mooie ramen broed. Voor dit tijdstip van het jaar. Dat zie je, hè? Deze hebben natuurlijk een TBA gedaan. Dus die koningin die geeft nog een keer gas. Ja, herhaling van zetten. Dit stuk weer helemaal belegd. Hier zien we wat bijenbrood in het midden. Dat willen we daar natuurlijk eigenlijk niet. Dat moet eigenlijk naar de buitenkant, maar dat verplaatsen ze niet. Dus prima, hier ook een randje. Daar kun je ook zien waar dus het voormalige broednest gezeten heeft. En hier ontstaat zelfs al een beetje nectar, een beetje open voer. Daar heeft broed gezeten, kun je zien aan de kleur van het raam. En de rest is allemaal eitjes en larfjes. Ook een prima raam nog. Dus we zitten hier al op 4 ramen die ze belegd heeft. Met broed natuurlijk geen volledige ramen. Maar op 4 ramen belegd. Hier hebben we dan het 5e raam. Alleen nog in het midden. Hier ontstaat ook al voer. Hier zien we wat nectar. Dus er komt toch een klein druppeldrachtje binnen. Ook weer eitjes, larfjes en gesloten broed. Eigenlijk in dit stukje zien we 4 stadia van broed. Dus dat is grappig. Te zien. Ook hier is het donkere gedeelte. Even hier nog aan de buitenkant kijken. Nee, hier legt ze zelfs al niet meer in het donkere gedeelte. En aan deze kant nog wel. Zo, dus dat broednest wordt alweer kleiner. Die bijen die hebben al door dat het volk groot genoeg is om de winter in te gaan. Bijen willen gemiddeld met zo'n 10.000 bijen de winter in.
Ja, deze ook nog helemaal belegd. Dus ik verwacht eigenlijk dat als ze deze broedgang groot hebben gebracht, dat het broednest dan snel kleiner gaat worden. Ik weet niet of je het kunt zien op de camera, maar... dat het helemaal vol ligt met eitjes. Is dat te zien? En dit zal dan ook de eerste generatie met winterbijen zijn die ontstaat. Dat is een leeg raam. Volledig leeg. Ze kunnen ze wat gaan voeren. Ze hebben ruimte om voer op te slaan. Ze hebben dat voer ook naar binnen gebracht. Daar ontstaat misschien ook die nectar in het broednest van. Ah, hier hebben ze een beetje rommel gemaakt. Kijken of we dat nog kunnen herstellen. Dus vliegt dit raam er, ja, dit raam vliegt gewoon volgend jaar uit. Het heeft hier eigenlijk nu niks meer in te zoeken, hè, dit raam. Het is een zinloos raam. Het heeft geen functie. Functieloze ramen halen we altijd uit de kas. Ik heb liever dat het volk alle ramen goed bezet, dan dat er allemaal functieloze ramen in de kas zitten. Dan krijgen we alleen maar schimmel en vocht en toestanden. Alle ramen waarbij je zit, blijven altijd schoon en zonder schimmel. Nou, als we dan hier even in de kas kijken, dan zien we hier nog heel veel bijen op de kantraam. Dus je ziet, die bijen die hebben hier ook, ik weet niet of het te donker is, maar die bijen zijn echt in een overvloed. Die bijen hebben dus niks te doen, die zitten nu niet op de ramen. Ik heb in de auto nog uitgebouwde goede ramen. Ook met wat voer, dus die kan ik hier mooi kwijt, dus die haal ik even op. Ik heb hier twee ramen. Even kijken hoeveel ik erin wil doen. 2, 4, 6, 7. Ik wil er eigenlijk eentje in doen. Dan doe ik dit raam erin. Gelijk weer een kilo of 3 voer. Die ze dan extra hebben. Dan denk ik eigenlijk dat ik deze niet meer hoef te voeren. Dan is deze klaar. Dan gaan we naar de broedaflegger. Dit is de broedaflegger van de twee volken die we net bekeken hebben. Daar heb ik de mooiste ramen bewaard. Nou, je ziet, de bezetting met de bijen is uitstekend. En wat ik normaal niet zou doen, want ik heb geen behoefte aan nieuwe volken, maar wat ik deze keer gedaan heb op verzoek van een kijker is... laten zien dat dit volk zelf nog een koningin groot kan brengen en ook bevrucht wordt. He, want deze hebben we eind juli gemaakt, begin augustus gemaakt. Dus pas 14 dagen later kan die koningin op bruidsvlucht. En pas een week later gaat ze dan leggen. Dus dan zitten we al in half augustus, derde week augustus begint dat met leggen. En we gaan dan nu zien hoe gezond of niet gezond, sterk of niet sterk dit volk is. Die zijn na 10 dagen behandeld. Toen heb ik een aantal doppen weggebroken en 2 doppen laten staan. Dit raam is aan deze kant uitgebouwd. Maar ik denk toch dat ik hem eruit haal. Hij heeft eigenlijk geen functie. In dat zo'n gele raad willen ze niks mee. Omdat hij uitgebouwd is, laat ik hem nog heel even zitten. Want het kan zijn dat ik hem dan volgend jaar als raadvernieuwing kan gebruiken. Dat is een mooi vol raam. Volledig voer. Nou, eigenlijk met zo'n raam redt dit volk het al wel. Nou, misschien nog een beetje erbij, maar tot december. Ja, ze gaan dadelijk uit de broed. Het is een jonge koningin, dus die legt nog even flink broed. Dat zien we hier ook. Dit is het broednest. Het is uitlopend broed, maar ik zie geen eitjes meer. Slecht te zien, maar ik denk dat ze deze niet meer belegd heeft. Maar wel uitlopend broed. Deze zijn dus 2 keer behandeld. Hier loopt de koningin ook. Ja,
En deze is helemaal vol met eitjes en larfjes. Dit ruim is volledig vol. Echt tot in de hoeken. Dit hoekje net niet, maar hier ook in de hoek. Tot dit hoekje. En de andere kant is dan weer voer. Dat is dan weer typisch, hè. Voor dit tijdstip van het jaar. Dus aan deze kant, voor jullie de buitenkant, daar begint het broednest. Hier eindigt het broednest met uitlopend broed. Dit is al aan de binnenkant voer. Dus je ziet, die koningin die trekt zich alweer terug. Er zijn voldoende bijen. Kijk maar eens wat een mooie bezetting met bijen en met broed. Dus het zijn nog allemaal jonge bijen die hier geboren worden. En waar ik dan bij zo'n broedaflegger even naar kijk, is of ik veel gezonde bijen zie. Of veel zieke bijen zie. Ik vind het een onrustig volk, hè. Dat is natuurlijk een F2. Dus het kan zijn dat die wat minder de eigenschappen hebben waar ik dan op teel. Maar dit was een experiment om te kijken, kan dit? En we zien dat het kan. Ik zie weinig opengemaakte cellen. Het broednest ziet er redelijk goed uit. Ik zie dat het broednest nog helemaal doorloopt hier. Dus die koningin die geeft nog gas. En ik zie aan of op de bijen eigenlijk weinig vroa-schade. Ik zie wat kleine bijtjes. Ik weet niet of als je wat dichterbij komt dat ik het wat beter kan laten zien. Maar dit bijvoorbeeld is een klein bijtje. Dit bijvoorbeeld is een klein bijtje. Als ik die aanwijs, die daar. Maar ik zie ook gezonde bijen zoals deze. En die. En die. Dus dit volk is, kijk, hier zien we één celletje die een klein stukje is opengemaakt. Deze heb ik net opengemaakt hoor, om te kijken wat de leeftijd van het broed was. En ook hier zien we dat de koningin aardig door is gaan leggen. Dus ook dit, hier komen weer een heleboel jonge bijtjes uit. En ik zie eigenlijk weinig vroa schade. Dus die vroa schade die er was, die is er in de eerste generatie eigenlijk al grotendeels uitgebroed. Die bijen zijn al weg. Ook hier zien we weer een groot broednest. Tot in de hoekjes, nog helemaal belegd. En kijk, hier zien we ook een hele mooie grote bij. Zie je die grote verschillen tussen die bijen? He, dus dit is een mooie grote bij. En dit is dan bijvoorbeeld weer een klein bijtje. En deze. Daar word ik net gestoken. Zoals ik al zei, ik moest eigenlijk een beetje rook gebruiken. Dit zijn niet de liefste. Maar wel gezond, zien er goed uit. Oh, zal ik nou eerst even een beetje rook gebruiken. Voordat ze me helemaal lek prikken. Daar heb ik al 3 weken geen steken meer gehad. Dus ik moet natuurlijk weer een klein beetje mijn onderhoudsbeurtje hebben. Want die heb ik dan vandaag weer gehad. Zo bij dat laatste raam 3 steken geïncasseerd. Je ziet ook, die bijen die lijken net een beetje te schudden op het raam, te shaken, te bewegen. Dat is gewoon onrust. Dat is gewoon genetica. Een hele mooie jonge bij die net geboren is, die ook, die wordt net geboren. Dus ook dit is een uitlopend broednest. Hier zien we wat voer dat binnenkomt. Even kijken of dit dan alweer nog weer belegd is. Nee. Dus ook dit raam is dan weer uitlopend broed die ze niet opnieuw belegd heeft. En dan verwachten we hier ook alleen nog maar voer of uitlopend broed. Inderdaad, alleen nog maar voer. Veel stuifmeel en voer. Dus dat is prima. Ik ga dit ene raam er toch uithalen. Dit raam. Zo. Die krijgen nog een voerraam van me. Ook omdat ik ze gewoon kwijt moet, die voerraam. Die zijn gewoon over. Zo.
Het volk zit wat meer aan deze kant, dus dit stuk van het vlieggat laat ik open. Nou, kan deze ook dicht. Ze kunnen wel stellen dat dit volk, dat dat dus gelukt is om zo'n broedaflegger, waar dus de meeste varroa's in zitten, hè, want de meeste varroa's zitten in het broed. Dat broed halen we uit andere volken, die hebben hier met wat aanzittende bijen, helemaal niet zoveel aanzittende bijen in dit volk gedaan. Die hebben zelf een koningin opgetrokken en weer een nieuw volk gebouwd. En ook dat werkt. Dus nu hebben we eigenlijk van twee volken, drie volken gemaakt. En twee volken hebben we dan op volledig nieuw raad zitten. En met heel weinig chemicaliën een vroa-behandeling kunnen doen.